Ja. Wow. En stel nou dat de mensen die wij gekozen hebben om in de regering te zitten, dat die mensen een stem hebben om te kiezen op een om te kiezen voor een Europese presidentschap. Dan is toch gewoon het probleem opgelost. Nee. We hebben ze gekozen daar. Hun zijn dus zitten daar namens ons. Nee, maar hun kunnen niet namens jou stemmen. Dat is de hele tijd wat ik al zeg. Dat is de hele tijd wat, vanaf het begin ja, wat ik. Kunnen, ja, hun kunnen niet voor jou stemmen. Ze kunnen niet. Daarom ja, maar lees, het staat nog op internet, overheid.nl. Het is onmogelijk, ja. Dus wat doen wij? Nee, het is niet onmogelijk om te stemmen. Het is onmogelijk om iedereen in de regering te zetten. Ja, wij kiezen mensen, ja, en wij om niet voor jou te stemmen, om voor jou te regeren, precies. Ja, oké. Okay. Waarom is het zo moeilijk? Nu moeten er andere stemmen komen. Wat? Dan is het toch juist voor mij logisch dat de mensen dat die wij gekozen hebben nee. Als vertegenwoordigers, dat die dan verder ook gaan kiezen voor zo'n een wereld- of een Europese president. Dat is heel onlogisch. Heel onlogisch. Ja, dan hebben we... Ja, nee, het is heel onlogisch dat als wij met z'n drieën op hem stemmen, en er komen nieuwe verkiezingen, dat hij ineens voor ons gaat stemmen. Dat is heel onlogisch, man. Maar ik neem wel goede besluiten. Ja, tuurlijk. Maar... Ja, maar daarom hebben wij op hem gekozen, toch? We hebben niet op hem gekozen om voor ons te gaan stemmen tijdens andere verkiezingen. Als er andere verkiezingen plaatsvinden, dan hebben wij weer de kans om te stemmen. Dat zie je ook in de Tweede Kamer, dat zie je ook tijdens de stedelijke verkiezingen. Mm-hmm. Dat je nog een keer gaat stemmen. Je gaat niet dat Balkenende ineens gaat stemmen. Maar denk dat Balkenende voor jou gaat stemmen van... Hey, wij willen in Amsterdam PvdA. Tuurlijk gaat Balkenende niet voor jou stemmen. Of Jobco en hen gaat ook niet voor Balkenende voor jou stemmen. Want anders kunnen we het systeem net zo goed zo aanpassen. Dat is de hele tijd wat ik zeg. Daar moet je me gelijk in geven. Oké, en nu moet er een Europees presidentschap, een president gekozen worden. Ja? Hoeveel mensen leven er in Europa alleen? Gok? Alsnog zouden we die zelf kunnen kiezen. Een x-aantal. Hoe wil jij er dan voor zorgen dat alle mensen in Europa gaan stemmen op wie Europees is? Precies zoals je dat doet bij de landelijke verkiezingen. Klaar. Exact. En dat is? Precies gewoon. Mensen gaan gewoon naar de stemhok. Voor de mensen die het niet weten, mensen gaan gewoon naar de stemhok. Die vullen ergens of zo met een rode pen een vakje in. Weet je? Of tegenwoordig doen ze dat met de computer. Ja. Klaar. Zo gebeurt dat toch? Waarom kan het niet zo gaan? Waarom moeten we één persoon aanwijzen die iemand voor ons gaat kiezen die wij misschien straks helemaal niet willen?